zonder mij iets te zeggen, dat is een liedje wat voor mij een hele speciale betekenis heeft. We hebben op de eerste single hadden we twee liedjes staan. En bij elke ster was de A-kant toen nog. En zonder mij iets te zeggen is toen de B-kant geworden. Maar dat liedje hebben we geschreven samen met Sharon van der Heijden. Op het moment dat mijn vader heel erg ziek was. En die tekst slaat daar eigenlijk achteraf precies op. We hebben dat liedje toen opgenomen. Toen mijn vader in het ziekenhuis lag, toen ging het heel slecht. En toen kregen we ook te horen dat dat echt een kwestie van dagen zou zijn voordat hij zou overlijden. En toen hebben we eigenlijk alles op alles gezet. En Gerto Heupink van de studio, die heeft toen heel snel dat liedje afgemixt en klaargemaakt. Zodat ik toen de tijd, want mijn vader is nu 15 jaar geleden al overleden. Toen de tijd ging ik met een draagbare radio naar het ziekenhuis. En aan zijn bed hebben we toen die twee liedjes nog kunnen laten horen vlak voordat hij overleed. En ja, dat liedje is, ik zing het eigenlijk nooit, maar dat heeft wel een speciale betekenis voor mij. Zonder mij eens te zeggen, ben jij weggegaan. Mijn vader had die vreselijke ziekte, waardoor hij ook niet meer kon praten en zo. Ja, en die tekst sloeg daar in één keer helemaal op. Dus hij vond het gelukkig heel mooi.